welkom bij het provinciaal domein. Voor heel wat gemeenten is het echt wel onhaalbaar om te zorgen voor een brede sportinfrastructuur. Maar natuurlijk kunnen ze ook samenwerken met andere gemeenten. En dat heet dan bovenlokale sportprojecten. Denk maar aan de bouw van een sporthal, een BMX-parcours of een atletiekpiste. En als er zo bovenlokaal wordt samengewerkt, dan kan onze provincie een extra financiële steun geven. En hoe dat zit, zullen we eens vragen aan onze gedeputeerde Karl Vreeken. Gedeputeerde Karl Vreeken, we zijn hier in Beernem, in het sportpark Drogenbrood. En hier is er sprake van twee bovenlokale sportprojecten. Hoe zit dat precies? Wel, de gemeente Beernem heeft een aanvraag gedaan voor het aanleggen van een atletiekpiste. En er is nog één in de maak rond het aanleggen van een BMX-parcours. Dus dat zijn twee bovenlokale projecten die de provincie wil steunen. Waarbij de gemeenten dan echt wel samenwerken. Inderdaad, dat is een van de voorwaarden. Dus als de provincie wil tussenkomen, dan moet u inderdaad bewijzen dat u een bovenlokaal project hebt. Zoals een gemeente het zou doen voor haar eigen. Dat is natuurlijk onvoldoende. En er is hier samenwerking Beernem, Zedelhem, Oostkamp. De drie gemeenten hebben een nood aan een atletiekpiste. Er kan één aangelegd worden door Beernem met 6 banen voor atletiek. Dat is niet internationaal erkend. Als u een internationale wedstrijd wil houden, moet je 8 banen hebben. Wel, dat verschil van 2 banen wil de provincie tussenkomen als de drie gemeenten natuurlijk ook erkennen dat het een regionale uitstraling heeft en dat ze het alle drie zullen gebruiken om atletiek te oefenen en inderdaad dan ook wedstrijden op internationaal niveau in Beernem te organiseren. Maar betekent dat dan dat de burgemeesters zijn ego een beetje aan de kant moeten zetten? De burgemeesters wil ik met respect bekijken, maar in ieder geval ook de sportschepenen en ook de sportraden en alle sportverenigingen. Want het is precies voor die verenigingen die ook de intensiteit van veel zaalgebruik, veel atletiekgebruik, ook moeten afspreken met elkaar dat het niet meer allemaal kan één per gemeente. Dat men zal moeten uurroosters respecteren, afspraken maken. En dat ligt niet alleen aan burgemeesters, maar dat ligt vooral bij de sportverenigingen. En over hoeveel ondersteuning gaat het dan? Wel, de ondersteuning is altijd 50% van het project met een maximum van 250.000 euro. Dus het project is meer dan 500.000 euro en de provincie komt tussen voor het maximumbedrag van 250.000 euro. Ja, en er zijn nog meer bovenlokale sportprojecten in onze provincie. Welke zoal? We hebben de BMX-parcours in Hooglede. We hebben dan ook nog de topturnhal in Lauwe Menen. Die zal dit jaar gerealiseerd worden. We hebben ook nog de urban sports en de klimuur in Kortrijk. We hebben ook in Waregem dat we de trampolinehal gerealiseerd hebben. En ik kan zo verder gaan, de gevechtsporthal in Poperingen en in Torhout. De beweeghal van de toekomst in Brugge, maar ook aan de kust voor het roeien, de zeilclub van Oostende, dan ook nog het zeilwagen gebeuren in Bredene Twins en dan tenslotte ook nog in Knokke-Heist met Lakeside Paradise, het wakeboarden op het water, hebben we allemaal gerealiseerd, totaalbedrag 2.800.000 euro. Dat zijn er best wel veel, toch? Inderdaad, en ik denk ook dat het belangrijk is dat het ook verder kan gezet worden, dat beleid. Want het is niet altijd mogelijk voor lokale besturen om sportrealisaties te maken in infrastructuur, die meestal ook een centrumfunctie hebben en die dus eigenlijk voor meerdere gemeenten en voor meerdere sportclubs van buiten de gemeente ook dienstig is. Oké, gedeputeerde. Zometeen dan praten we verder. Maar eerst ga ik eens praten met Lucien Danink, want hij is de voorzitter van de atletiekclub Beverhout, hier in Beernem. You've got my good eye. Lucien, binnenkort komt er hier een nieuwe atletiekpiste. Hoe nauw zijn jullie betrokken geweest als atletiekclub? We zijn van in het begin door de gemeente nauw betrokken geweest bij de aanleg van de atletiekpiste, omdat wij uiteraard kennis van zaken hebben en we zijn daar heel blij mee. Maar jullie moeten wel samenwerken met andere atletiekclubs. Hoe gaat dat concreet? Er wordt een beheerscomité opgericht van de beide atletiekclubs en van de gemeenten Beernem, Oostkamp, Zedelgem die daarin betrokken zijn. En daarin wordt overlegd hoe het gebruik zal gebeuren. En is het echt wel nodig dat hier komt, die atletiekpiste? Zeker, we vragen dat al zoveel jaren. We hebben nu een kleine oefenpiste van 1983. Die versleten is, om zo te zeggen. En de clubs, de beide clubs, groeien altijd maar in Beernem. Dus zeker wel nodig voor de beide atletiekclubs. Gaan we samen eens kijken naar de plannen met een plan bij, hè, Lucien? Ja. Wow.
Ik herken het al. Het wordt een volwaardige atletiekpiste met 6 banen rondom en 8 banen voor de spurt, met alles erop en eraan van alle disciplines die de atletiek omvat, waar ook kampioenschappen zullen kunnen gegeven worden. En ik zie zelfs dat er ook voorzieningen zijn voor mensen met een beperking. Inderdaad. Er zijn voorzieningen aangebracht op de piste, op de verschillende standen, om mensen met een beperking ook te kunnen laten aan atletiek doen. En wanneer zullen de werken afgerond zijn? De piste zal deze zomer afgewerkt zijn en wellicht ook nog kunnen gebruikt worden dit jaar. En zal er, Lucien, ooit een moment zijn waarop jij hier zo zal meelopen op die atletiekpiste? Zeker. Ik geef nog 2 maal in de week training aan de joggingclub bij ons. En dat zijn een grote groep van 150 mensen. Want hoe oud mag dat vragen? 73. Oké, dankjewel, Lucien. Graag gedaan. Gedeputeerde Karel Vreeken, ik heb daar straks gesproken met een heel gelukkig man. Maar dat zijn niet de enige subsidies op vlak van sportinfrastructuur, toch? Vanuit de provincie is er inderdaad nog een sportsubsidie voor energiebesparende maatregelen in zwembaden. Ja, hoe zit dat precies? Wel, het is zo dat als een zwembad een aanvraag doet voor energiebesparing, dat de investering voor 50% ook kan gedragen worden door de provincie met een maximumbedrag van €50.000. In uitzonderlijke omstandigheden, als het budget het toelaat, zou het kunnen 100.000 zijn. Natuurlijk, het is een recent reglement. Het bestaat nog maar een jaar. En volgend jaar moeten we het alweer afschaffen, want de bevoegdheid gaat over naar Vlaanderen. Ja, dat is wel jammer. Daarover hebben we het nog straks. Over welke maatregelen gaat het dan concreet? Wel, het is alles die te maken heeft met isolatie, dubbele behazing, ventilatie, luchtdroging, warmtepompen, zonneboilers. Al zo'n investeringen komen in aanmerking om half investering te krijgen van de provincie. En dat kan echt wel helpen? Inderdaad, want dat is de trigger dat soms gemeentebesturen nodig hebben om de prioriteit op zo'n investering voor een andere investering te creëren. En dan zeggen, ja, het is een uitzonderlijke subsidie van de provincie. Laten we daar toch op instappen. En dan wordt dat inderdaad ook vlotter aangevraagd bij de provincie. Oké, gedeputeerde. Zometeen dan praten we verder. Maar eerst ga ik eens gaan babbelen met de directeur van NPI Kindervriend, want zij hebben ook een zwembad in Rollegem bij Kortrijk. Geert Verpoest, u bent de directeur van het NPI, de Kindervriend, hier in Rollegem bij Kortrijk. Voor mensen die de voorziening niet kennen, wat doen jullie precies? Wel, de Kindervriend is een voorziening voor kinderen met een verstandelijke beperking. Eigenlijk kleutertjes vanaf 3 jaar, normaal gezien tot 13, 14 jaar. En ze hebben geluk, want ze hebben een zwembad. Ja, we hebben eigenlijk een eigen zwembad en dat is een enorm geluk. Want eigenlijk met ons kinderen kun je bijna onmogelijk naar een zwembad elders gaan zwemmen of gaan schoolzwemmen. En door het feit dat we het zelf hebben, kunnen we eigenlijk van 9 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds ons eigen zwembad gebruiken. En hoe oud is het zwembad precies? Wel, het zwembad hebben we destijds gekregen. Hè. Daar heb je eigenlijk een tegel die het nog getuigt. In 1973 door een schenking van de Lions Club. Dus als ik het goed uitreken, dan bestaat het zwembad 43 jaar. En als ik een beetje rondkijk, ja, dan moet het wel gerenoveerd worden, toch? Wel, willen we het de komende 20, 25 jaar verder kunnen gebruiken, dan is het absoluut aan renovatie toe. En wat zou je precies willen renoveren? Wel, eigenlijk voorzien we 2 grote fases. Dus in de eerste fase willen we heel de buitenschil degelijk isoleren. Dat is momenteel niet het geval. En vervolgens zouden we willen de technieken in die mate moderniseren dat we met bijna geen extra energie toch het water kunnen opwarmen, de lucht opwarmen, ventileren, ontvochtigen. Ja. En hoeveel hoop je dan te besparen? Well, eigenlijk hoop ik dat we de energiekost bijna naar nul kunnen herleiden. Maar het moet toch in elk geval mogelijk zijn van 8.000 tot 10.000 euro per jaar te besparen. Want zonder de provincie zou dit niet mogelijk zijn. Wel, was het niet dat we op die provinciesubsidies zouden kunnen beroep doen, dan waren we er absoluut niet aan begonnen momenteel. Dus spijtig genoeg. Hè? Dus, je bent dankbaar. Wij zijn heel blij dat we eigenlijk dit werk al direct kunnen aanvatten. Oké, dank je wel.
gedeputeerden, allemaal mooie dingen over die subsidies van onze provincie voor onze West-Vlaamse sportinfrastructuur, maar het zal niet blijven duren. Inderdaad, de bevoegdheid sport moet overgaan naar Vlaanderen vanaf 1 januari 2017. En wij hopen dat Vlaanderen dan inderdaad het beleid van de provincie kan verder zetten. Maar ik zie wel een beetje bezorgdheid. Bezorgdheid, onzekerheid. Het zal inderdaad wel niet zo dramatisch zijn, want er is een goede samenwerking met Sport Vlaanderen, Blozo gekend. Maar ik heb bezorgdheid door het feit dat wij nog wel op de havens actief zijn voor sportaanbod, dat wij de transvocyten niet zeker zijn, de duiktank, dat wij ook nog personeelsportdagen zullen moeten organiseren. Maar ja, wat gaat de rest zijn? Dat weten wij niet, wat dat Vlaanderen daarmee zal doen. We gaan het sportbeleid moeten inboeten in besparingen. Dat zijn allemaal zaken die nu niet op zekerheid staan. Maar 2016 wordt toch nog een sportief West-Vlaams jaar. Inderdaad, ik zal de citroen uitpersen tot op de laatste druppel om te maken dat al wat dat aan middelen aan sport kan besteed worden, besteed kan worden. Maar ik hoop ook voor de toekomst, want er zijn nog sportjaren na 2016, dat ook Vlaanderen heel goed beseft dat sport voor de bevolking echt belangrijk is. En ook in de ondersteuning van lokale besturen, die kunnen dat allemaal niet alleen. Die doen enorm veel aan mankracht en vrouwkracht, maar het is ook soms met middelen. Eieren moeten nu eenmaal gebroken en gekocht worden, vooraleer je een omelet hebt. Ik hoop dat Vlaanderen dat ook beseft. Oké, dat is duidelijk. Dank u wel, gedeputeerde. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het Provinciaal Domein, die natuurlijk kan herbekijken via westvlaanderen.tv. En als je nog niet weet wat studeren volgend jaar, dan moet je nu kijken naar de volgende tip. Tijdens de Doebeurs op zaterdag 27 februari en de infoavond op vrijdag 4 maart van het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk kom je meer te weten over de verschillende richtingen. Elektriciteit, mechanica, textiel, ontwerp en prototyping, biotechniek, groendecoratie of plant, dier en milieu. Meer info op pti.be.